is de reden waarom je hebt opgegeven? Nou, ik dacht, laat ik het gewoon een keer proberen. En ik heb nooit of weinig tijd om qua make-up en al die dingen mee te doen. Ik denk, nou, is wel leuk om dat eens een keertje mezelf in het zonnetje te zetten. Wat doe je precies bij de brandweer? Ik ben als vrijwilliger nu bij brandweer Barneveld. En dus dan ga je mee met uitruk en al die dingen meer. Dus bij brand, bij kat uit de boom halen eventueel, bij ongevallen. Ja, dat soort dingen. Wat verwacht je zelf van vandaag? Nou, ik zeg, ga je gang zou ik zeggen. En ik hoop dat het voor anderen en maar vooral ook voor mij dan natuurlijk hartstikke mooi en goed eruit zal zien. Even naar haar huid gekeken van tevoren. En daarna heb ik de huid lekker gereinigd met de reiniging van Roselheim. En daarna heb ik de nachtverzorging aangebracht en lekker laten inwerken onder het stoomapparaat. Vervolgens heb ik even wat onzuiverheden weggehaald, even haar wenkbrauwen bijgewerkt. En daarna heb ik lekker het masker ingemasseerd. Het chocolademasker, die is speciaal gemaakt voor de winter. En de stoelverwarming stond ook lekker aan, dus ja, echt een lekkere winterbehandeling. Mijn eerste indruk was eigenlijk wel ja, een vrij vlot kapsel, zeg maar, wel met veel volume in het haar. We hebben voor de kleur gekozen om wat meer pit in te brengen. Echt wel een wat extremere kleur eigenlijk. Qua kapsel toch wel asymmetrisch, zeg maar. Dat zien we ook al veel. De kleuren ook wat we bij haar hebben aangebracht zie je ook heel veel nu. En de ene kant hebben we dan asymmetrisch gedaan, dus dat houdt aan de ene kant wat korter dan de andere kant. Vooral aan de zijkant heeft zoveel krul van zelf ook. Dus daar hebben we iets meer aan gedaan, zeg maar wel dat ze dat zelf ook kan gebruiken. Ik heb wel warme tinten gekozen. Ze heeft natuurlijk wel al een wat warmere huidskleur, zeg maar. Dus zoals op de wangen, niet een bruine blush, maar echt een wat rozere blush. Dat het toch wel iets meer naar voren komt. Iets mascara erop en een mooie volle lipgloss erop. Wat ook gewoon een beetje herfstkleurig bij de haar past, bij de huid. Waar Sherry op moet letten is dat ze is wat kleiner. Dus je moet sowieso zorgen dat ze lengte krijgt. En we hebben gekeken naar wat ze nu aan heeft, is een lang vest. Dat maakt haar langer. Vooral opletten op de mouwen, dat de mouwen niet te wijd zijn. En de broek, dat de broek zeg maar, ook niet te wijd valt, zodat ze wat langere benen krijgt. En we hebben een hak erbij gepakt. Qua oorbellen is het juist leuk om dat ook wat meer in de lengte richting te zoeken. Dus niet een klein oorbelletje, maar juist iets langer, omdat ze wat ronder gezicht heeft. En nou, je ziet, het staat haar heel leuk. We begonnen de dag eigenlijk, moet ik zeggen, bij Salon Uniek. We eindigen de dag bij de brandweerkazerne in Barneveld. Ja. Nou ja, wat vond je van vandaag? Ik kan het eigenlijk heel kort houden. Het is allemaal helemaal te gek geweest. Ik had het niet verwacht dat het zo'n mooie dag zou zijn. En ook vanwege de brandweergebeuren, dat ik dat ook even mag laten zien. En dan nog zo mooi uitzien, kapsel, nou, alles perfect geregeld. En ik kan gewoon met een smile, big smile, zeg maar, op de dag terugkijken.